Ja, een dag waar van alles in zat. Tempo was goed. Ja, ook weer wat dingetjes meegemaakt, maar al met al tevreden. Ja, als we vanochtend hadden geweten dat we deze tijd zouden neerzetten, dan hadden we ervoor getekend. Het was een lange, enerverende dag en we gingen van start. En Tessa was aan het rommelen met het digitale roadbook. Nou, toch maar het papieren roadbook erbij, dus daar hadden we wel een stressmomentje, maar dat maakte niet zoveel uit. En de eerste twee proeven hebben we... Nou, de eerste proef ging eigenlijk wel goed. Die was heel technisch. Ja, dat, ja. Enorme klimmers erin en hevige afdalingen. En die hebben we eigenlijk heel goed gereden. Ik denk niet dat het daar harder kon. De tweede proef zijn we gruwelijk fout gereden. Eigenlijk kun je hier niet fout rijden, maar wij wel. Daar zijn we echt wel wat, een paar minuten wel verloren. En vervolgens kwamen we achter twee buggies die net een ander tempo erop nahielden dan wij. En dan zit je toch in het stof en net te veel afstand om te kunnen sentinellen. Maar goed, bij de neutralisatie konden we daar weer voorbij. En de derde proef hebben we heel goed gereden. We kwamen, ik denk 20 kilometer voor het einde, 30 kilometer voor het einde, een waterbak tegen. Nou, die gingen we rustig in. En Tessa zegt, het lekt. En ik dacht dat er een waterslang was gesprongen. Maar op een of andere manier heeft die waterdruk, de sensor buiten geraakt van de brandblusinstallatie. En tegenwoordig is dat een gassysteem, een soort vloeibaar gas. En ik ging heel raar praten, dus het slaat meteen op je stem. Dus wij in paniek de auto uit. En eerst maar eens bekeken van wat er aan de hand was. En vervolgens de weg vervolgd. Daar zijn we wel serieus wat tijd verloren, maar al met al hebben we een hele mooie dag neergezet. En het duel met Jan-Peter en Mark is fantastisch. Ik geloof dat we echt binnen de halve minuut vandaag ook zijn geëindigd. En dat is gewoon een heel mooi duel met twee teams uit Ermelo. Zeker. En dat is ook leuk voor die komende twee dagen. Ja, dat maakt het echt spannend. We zitten beide in open klasse. Ik denk dat wij nummer 2 staan en zij 3. Kan ook andersom zijn. Dus één Fransman met een 2-wiel aangedreven buggy. Die is niet te kloppen. Dus we moeten kijken of we nog wat proeven krijgen dat we daarbij kunnen komen. Maar dat verschil wordt wel heel groot nu. Ik denk dat een minuut of 6 is. Nog 2 lange dagen te gaan, dus kan van alles gebeuren. En er zaten ook wel echt hele snelle stukken in vandaag, waar je ook echt een keer verremd en schuin in een hek nog even raakt. Geen schade overigens, maar het is echt wel hele mooie proeven. Fantastisch gebied hier.